Goedendag, welkom bij KV Weltsmids. Ik zit hier vandaag met Karel Bekman, journalist. En jij houdt je heel erg veel bezig met vrijheid in jouw werk. Karel, wie ben jij? Wat doe jij? Journalist en schrijver, vader van drie kinderen ook, die zich erg zorgen maakt over de toekomst op dit moment. Um, ik hou me inderdaad veel bezig met vrijheid. Ik heb in 2011 samen met uh, Frank Karsten een boekje geschreven, dat heet De Democratie voorbij. En in 2017 heb ik uh, een, een opvolger geschreven dat heet De Staat Voorbij. Ja. En ja, wij hadden nogal een controversiële boodschap. Namelijk dat uh, de democratische natiestaat, zoals we die nu kennen, een, een vorm is van dictatuur. Ja. En, um, dat is een best heftige uitspraak. Best een heftige Voor de uitspraak. Meeste mensen, ja. Die wet uh, is, is ook eigenlijk volkomen genegeerd, die boodschap. Um, ondertussen is het boekje wel al in twintig talen vertaald. Een soort uh, underground uh, bestseller uh, geworden. Uh, en waar wij toen al voor waarschuwden, dat uh, zien we nu helaas gebeuren met de coronacrisis. Ja. Wat bedoel je met genegeerd? Nou, dat, het, het is nooit gere gerecenseerd of er is nooit aandacht aan besteed. Verder. Dus de media heeft geen aandacht gegeven aan je boeken, to maar verkoopt wel goed. Nou, de democratie voorbij is uh, inmiddels, zoals ik al zei, uh, in twintig talen vertaald. Uh, en ja, dat, dat, dat blijkt wel um, uh, heel veel mensen aan te spreken. toch. Opmerkelijk. Ja. Wat wa waarom ben je begonnen met dit onderwerp? Wat ja, het is, het is een onderwerp waar ik me al mijn hele leven mee bezig houd. Ja. Um, maar ik zie de... Uh, het, het probleem is dat... dat de meeste mensen denken aan uh, democratie en vrijheid aan als één ding en dictatuur als het tegenovergestelde. Mm -hmm. En uh, historisch gezien is dat ook niet juist. Hè. De uh, liberalen, de mensen in die in, in de 18e eeuw voor de vrijheid opkwamen, hadden niet zoveel op met democratie. Mm -hmm. hè. Democratie was voor hun uh, ja, de dictatuur van de meerderheid. En um, ja, het resultaat is dat we uh, nu een systeem hebben, althans in het Westen, waarin aan de ene kant die, die, die dictatuur van de meerderheid bestaat, hè, waarin alles centraal wordt beslist. Um, en tegelijkertijd zijn er mechanismen ingebouwd, die we te danken hebben aan die liberale traditie, waarmee de, de, de macht van de staat enigszins wordt beperkt. Hè. Ja. We hebben het idee tenminste dat dat zo is. Een onafhankelijke rechtsstaat, zeg maar, is daar een, een, een pijler onder. Um, maar wat wij um, toen al constateerden is dat die, 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 uh, dat die vrijheid aan erosie onderhevig is. Hè. Dus dat de macht van de staat steeds verder toeneemt mm -hmm. en um, ja, de macht van of, of de, 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 de invloed van tegenkrachten steeds verder afbrokkelt. En je ziet het eigenlijk, het, het werkt een beetje twee kanten op. Want aan de ene kant, uh, de mensen die de macht hebben, die hebben er belang bij om dat te vergroten. Um, maar bij burgers zie je ook steeds meer dat ze er eigenlijk van uitgaan dat die staat er is om hen te helpen. En uh, ja, bij, bij ieder probleem wat ze tegenkomen, wenden ze zich tot de staat voor een oplossing. Dus die afhankelijkheid wordt ook steeds groter. Nou ja, dat, dat heb je dus nu uh, is, is dat in een stroomversnelling gekomen bij de uh, coronacrisis. En er zijn maatregelen getroffen die ja, ondenkbaar zouden zijn geweest nog een paar jaar geleden. Mm -hmm. um, die de bevolking heeft geaccepteerd tot, tot dusver. Um, en waar helemaal geen uh, discussie over is. Wat. wat, wat, wat Eigenlijk ja, mensen blijkbaar totaal niet meer in, in hun gedachten hebben, is dat er ook nog een, een mogelijkheid is dat mensen zelf met oplossingen komen. Verantwoordelijkheid. Precies, die niet door de staat worden opgelegd. Uh, als, je op, ik, als je je keert dus tegen de maatregelen van de overheid, dan krijg je eigenlijk te horen: ja, maar, maar als de overheid niks doet, dan zouden er uh, veel meer doden vallen. Mm -hmm. ben je een moordenaar. Ja, ja, en uh, dat. dat Bedrijven, instanties, burgers ook zelf dingen kunnen doen. Dat, dat, ja, dat, is, uh, dat is voor de meeste mensen eigenlijk al, al um, heel vreemd geworden. Jij bent een journalist. Jij zal ook wel meegekeken hebben dat de journalistiek ook opgeslokt lijkt te zijn, voor mijn gevoel, bij de, de macht, de centralisatiemacht in de staat. Zo zie je dus dat kranten nog maar één geluid laten horen, en dat is precies hetzelfde geluid als dat de ambtenarij. In binnen het RIVM of, of het zelfs de, de buitennationale ambtenarij van de WHO hebben bepaald. Hoe, hoe zie je dat? Is dat, ook, dat is ook zo'n gigantische vlek van macht die, die, die zich af verspreidt over onze maatschappij. Ja, dat is. Ik dat de media hebben denk ik volkomen laten afweten. En, en uh, ja, bekend is het interview met de, de hoofdredacteur van de Volkskant natuurlijk. Die ook letterlijk zegt van ja we, we moeten met één stem spreken en het RIVM is een instituut en dat mag je niet tegenspreken. Ja maar dat is ook een proces wat denk ik al al, uh, al lange tijd uh, aan de gang is mm -hmm. en dat dat nu erg erg duidelijk uh, ineens wordt. De pluriformiteit wordt vermoord met chantage door te zeggen je bent een moordenaar als je dit, je bent een racist als je dat, je bent een zus je wordt beschuldigd van dingen. Ja ja de, de Kijk, de, de hele, het maatschappelijke debat is ook enorm gepolitiseerd. Mm -hmm. Dus over alles, alles wordt in het politieke getrokken. Je noemt uh, racisme, discriminatie als voorbeeld, dat is ook een heel goed voorbeeld. Um, dat, dat mogen we blijkbaar niet meer zelf oplossen. Hè? Mm -hmm. het, uh, uh, er wordt gezegd, je mag niet discrimineren. Um, Natuurlijk. Ik, ik, ik ben ook tegen discriminatie, maar ik vind wel dat mensen uh, het, het recht moeten hebben om, om een mening te hebben, mm -hmm. ook als die fout is. En, uh, en, en die, die ook als jij hem fout vindt. Sorry. Het voor de meningen zijn niet zo zomaar fout. Nee, discriminatie okay. is niet fout, want ik discrimineer, ik vind deze pen. Ja. sorry ik zeg, maar ik vind deze pen veel beter dan jouw, ik heb liever de mijne, dat is een vorm van discriminatie. Ja. Nou er zijn meningen die, die denk ik echt fout zijn, maar dat geeft niet, okay, ja. ook, ook daar heb je recht op, nee Precies. maar je hebt gelijk, ja. want, want dat is natuurlijk het probleem. Dat, Strijd jij dat, voor de vrijheid van anderen om hun mening te uiten? Uiteraard. Ook al vind je het er niet mee eens? Uiteraard, ja, ja. Nu, wat zie jij wat er nu gebeurt met de uh, coronacrisis? W wat, maakt, wat maakt dat jij schrikt van wat er nu gaande is? Nou, het, uh, het, het punt, dat daar wil ik het vandaag vooral over hebben, is dat uh, wat je ziet, is dat uh, er niet meer gereageerd wordt op een specifiek probleem. Hè. Dat je zegt van iemand is ziek en uh, heeft een besmettelijke ziekte en moet daarom uh, worden geïsoleerd tijdelijk. Hè. Daar, daar zijn wetten voor hè, om, dat, om dat mogelijk te maken. Er wordt nu gezegd, nee, er is een virus in het land. En nu zijn we per definitie, of we nu het virus hebben of niet, is iedereen een gevaar voor zijn medeburgers. Dus we zijn nu worden ineens gedefinieerd als een gevaar voor de volksgezondheid. Ook al hebben we niks. Mm -hmm. En als je daarover nadenkt, dan uh, betekent dat dat als we dat accepteren, dat uh, ik denk dat we een grens overgaan en onze vrijheid, wat er nog van over was, definitief kwijt zijn. He, want er zullen altijd virussen zijn. Na dit, na dit virus komt weer een ander. Er, er, zijn, er zijn altijd gevaren. En dus als, als de staat kan zeggen van jij bent een gevaar voor je omgeving, omdat er ergens een virus is in het land, dan heb je geen rechten meer. Jij hebt daar een stuk over geschreven, een reden, een iets wat je zou willen opdragen aan het publiek van Café Weltsmers. We hebben dat gezien wat jij hebt geschreven, we vonden dat allemaal erg mooi. Zou je dit voor ons willen uitdragen aan het publiek van Café Weltsmers? Ja, heel graag. Mijn oproep aan mijn medeburgers: zeg nee tegen de coronadwang. Komt het ooit nog goed? Komen we ooit nog uit deze coronatunnel? Ja, maar alleen als wij besluiten om eruit te gaan. Als wij besluiten nee te zeggen tegen de coronaregels. Nee tegen regels die ons onder dwang worden opgelegd. De verplichte anderhalve meter, de verplichte mondkapjes. Deze regels vormen een schending van onze rechten. Meer, ze vormen een schending van ons menszijn. Ze herdefiniëren ons van mensen tot wandelende ziektekiemen. Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft het recht om afstand te houden, mondkapje te dragen, te doen wat je zelf wil om risico's te beperken. Maar de overheid heeft niet het recht om alle burgers voor te schrijven hoe ze moeten leven, alleen omdat er een virus aanwezig is in het land. Als we dit toestaan, zijn we voor altijd overgeleverd aan de machtswillekeur van de staat. Dan is de coronacrisis een keerpunt. Dat onze maatschappij verandert van een vrije samenleving in een dictatuur. De coronaregels die ons nu worden opgelegd, zullen niet vanzelf verdwijnen. Ze zullen, als we ze accepteren, nooit meer uit ons leven weggaan. Er zullen altijd virussen zijn. Na de eerste golf komt de tweede golf, na COVID-19-20, dan 21, dan komt er weer een ander virus. De minister van Volksgezondheid heeft letterlijk gezegd. De anderhalve meter kan pas worden opgeheven als er een vaccin is. Deze meneer die voor ons hoort te werken en door ons wordt betaald, vindt blijkbaar dat hij dat voor ons kan bepalen. En als zijn vaccin er straks is en het werkt niet of het niet goed, of het werkt uh, wel en er is een nieuw virus, de anderhalve meter samenleving gaat niet meer weg. De verplichte mondkapjes gaan niet weg. Je vrijheid wordt je niet teruggegeven. Tenzij je besluit om het terug te nemen. Nog nooit in de moderne geschiedenis heeft de Nederlandse staat ons leven in zulke verregaande mate gedirigeerd als bij deze coronacrisis. Volgens hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zijn deze maatregelen zwaarder dan mogelijk is onder een noodtoestand. En er is geen enkele democratische of rechtsstaatelijke basis voor. En waarom? Er is gezegd dat corona de grootste bedreiging is voor de mensheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat de strijd tegen corona een oorlog is. In werkelijkheid heeft corona dezelfde effecten als een gemiddeld griepvirus. Wie kan dat ontkennen? 6000 doden is een gemiddelde griep. De gevolgen van corona zijn minder ernstig dan van de griep in 2018. Rutte, kun je dit ontkennen? De jongen, kun je dit ontkennen? Kan iemand het ontkennen? Coronadoden bestaan, ja. Corona is een rotziekte, zeker. Maar griepdoden bestaan ook. Het zijn veelal dezelfde mensen. Corona is een gevaar, ongetwijfeld. Net als de griep. Maar voor een griepepidemie vermoorden we de vrije samenleving niet. Voor een griepepidemie helpen we de economie niet om zeep. Voor een griepepidemie. Doen we geen scholen op slot? Verbieden we geen evenementen? Zetten we mensen niet op afstand van elkaar? En geven we de overheid niet de totale macht over ons leven? Ja, maar ik hoor je denken, je bent toch asociaal? Als je je niet aan de regels houdt, dan laat je anderen toch risico lopen op een besmetting. Ik begrijp dat mensen dit denken, maar bedenk wat dit betekent. Het is niet zo dat is vastgesteld dat jij een besmettelijke ziekte hebt en een gevaar bent voor je omgeving. Nee, je wordt bestempeld als een gevaar voor je omgeving vanwege het feit dat er een virus aanwezig is in het land. Niet alleen jij, iedereen wordt bestempeld als een gevaar voor elkaar, omdat er een virus is in ons midden. Het is niet zo dat je in quarantaine moet omdat er aanwijzingen zijn dat je een besmettelijke ziekte onder de leden hebt. De hele bevolking moet in een semi-permanente, semi-quarantaine, omdat er een besmettelijke ziekte heerst. Dat zijn twee heel andere gevallen. En wat zijn de implicaties hiervan? Er zullen altijd virussen zijn. Een samenleving zonder virussen bestaat niet. Van nu af aan zullen we dus in de ogen van de staat altijd een gevaar zijn voor onze medemensen. Per definitie. We zijn door onze autoriteiten opnieuw gedefinieerd. Niet langer ben jij soeverein individu die zelf keuzes mag maken over de risico die jij wenst te lopen. Je bent nu virusdrager die de overheid onder controle wenst te hebben. Je bent geen rechtspersoon meer, je bent een wandelende besmettingshaard. Ook al ben je niet ziek. Je bent geen Homo sapiens meer, je bent Homo virus. Je bent geen vrije burger meer die tegen gevaar en geweld moet worden beschermd. Je bent het gevaar. En wat doen we met gevaren? Indammen, bestrijden, opsluiten, isoleren. Dit is wat jou nu wordt verteld. Dat je sociaal bent als je accepteert dat je een gevaar bent voor je medemens. En dat je asociaal bent als je gewoon je leven wil blijven leven zoals je dat een paar maanden geleden deed. Dit is wat de regering in een nieuwe wet wil vastleggen. Een wet die het mogelijk maakt dat de autoriteiten op ieder willekeurig moment je huis binnen kunnen vallen. Jou kunnen verbieden om handen te schudden, arm in arm te lopen, een feestje te geven. Je overal kunnen volgen waar je gaat en staat. Je auto kunnen volgen, je zaak kunnen sluiten. Je reizen kunnen beperken. Je tot vaccinatie kunnen verplichten. Geloof je me niet? Luister op Café Weltsmerk naar Bas Filipini van Privacy First. Naar wat hij zegt over de coronawet. Die door deze regering is ingediend en die nog steeds op tafel ligt. En je weet echt niet wat je hoort. Als dit in China gebeurt, noemen het dictatuur. Als het in La Latijns-Amerika gebeurt, noemen het fascisme. En het gebeurt nu in Nederland. Daar komt nog iets bij. De coronamaatregelen hebben baten, ongetwijfeld. Maar ze brengen ook kosten met zich mee. De lockdowns hebben ongetwijfeld levens gered of verlengd. Maar ze hebben ook mensen de dood ingejaagd. Direct en indirect. Mensen zijn gestorven aan depressie en eenzaamheid. Velen zullen sterven aan kanker, hart- en vaatziekten en andere ziekten. door te late of gebrekkige zorg als gevolg van de lockdowns. Miljoenen zullen sterven in de derde wereld door de lockdowns. Dat is door het hoofd van het voedselprogramma van de Verenigde Naties gezegd. Gezondheid wordt ondermijnd door opsluitingen, bedrijfssluitingen, schulden, faillissementen. De autoriteiten negeren deze kosten volledig. Angela Merkel heeft gezegd. Alleen de zieken tellen. Hoezo tellen alleen de zieken? Telt er verder niets meer? Is al het leven, al het plezier, al het geluk, alle blijdschap, alle aanraking. ineens ondergeschikt aan ziekte en dood? Ondergeschikt aan een theoretisch risico op een luchtweginfectie? Ik vraag me steeds meer af wat onze politieke leiders bezielt. Vanaf menu 1 hebben ze ons angst aangejaagd in plaats van ons. Gerust te stellen. Vanaf dag 1 hebben ze zich uitsluitend gericht op die ene alles overheersende, alles bepalende dreiging, zonder oog voor de bijkomende schade die ze aanrichten. Zonder ook maar één gedachte dat mensen in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Nog steeds, ze blijven hangen in hun coronagroef. Ze hebben geen enkele intentie om corona achter zich te laten. Wat voor leiders zijn dit? Ze zijn blijkbaar bezorgd om ons, maar wel zo geslepen dat ze deze mogelijkheid aangrijpen om meer macht naar zich toe te trekken. Wat voor een agenda wordt hier uitgevoerd? Een agenda die pretendeert de mensheid te willen redden, maar het vertrouwen tussen mensen aanvreedt. Een agenda die onze mentale weerstand ondermijnt. Die ons, leven, die ons plezier in het leven vergalt. Die ons er constant aan herinnert dat we op onze tellen moeten passen. Die wil dat we allemaal met één mond spreken, allemaal dezelfde mening erop nahouden. Een agenda die wil dat we de leider volgen. Beste mensen, hier gaat iets helemaal fout. Kijk alsjeblieft om je heen. Kom uit de coronatunnel. Zie corona voor wat het is. Zie onze leiders voor wat ze zijn. Zie het beleid voor wat het is. Dit gaat al lang niet meer om een tijdelijke gezondheidsmaatregel. Dit gaat al lang niet meer om een goed bedoelde actie om ons tegen een gevaar te beschermen. Dit gaat erom of wij vrij zijn of dat we China achterna gaan. Dit gaat erom of wij burgers zelf meester zijn over ons leven of dat wij meesters hebben die heersen over ons leven. Het gaat ook over onszelf, of wij bereid zijn om als volwassenen om te gaan met de risico's van het leven of ons liever laten behandelen als schoolkinderen. Of we babyboomers zijn of boomerbabies, zelfstandige senioren of bejaarde kleuters, millennials of meelopers. Denk niet dat dit zal overwaaien. De anderhalve meter gaat niet vanzelf weg. Je krijgt je vrijheid alleen terug als je hem terugneemt. Je krijgt de samenleving zoals die was, die blije onschuldige vertrouwde samenleving waar we bijna allemaal naar terug verlangen, Alleen terug als je hem opeist. Hier dreigt iets helemaal mis te gaan. Onherstelbaar mis als we nu niet in actie komen. De tijd is gekomen om stop te zeggen. De tijd is gekomen om ons oude leven op te eisen. De tijd is gekomen om de feesten elkaar te omhelzen. Om de bevelen van deze machthebbers niet meer op te volgen. Om tegen, tegen, tegen deze regering te zeggen wij accepteren deze regels niet. Als het parlement weigert om voor ons voor onze rechten op te komen, dan moeten we het zelf doen. Mensen in het OV doen die mondkapjes af als je ze niet op wil houden. Horeca, stop met die anderhalve meter. Het is zelfmoord. Werkgevers, nodigen uw medewerkers uit om naar kantoor te komen als ze dat willen. Onderwijsinstellingen, open de deuren voor uw leerlingen. Voetbalfans, ga naar het stadion en zing en juich zoals je dat zelf wil. Parlementariërs, bedenk voor wie je er bent. Jullie hebben het totaal laten afweten in deze crisis. Wanneer trekken jullie een streep in het zand? Of willen jullie de geschiedenis ingaan als het parlement dat onze vrijheid verkwanselde? We kunnen hier uitkomen, dat is aan onszelf. Als we zelf besluiten hoe we willen leven, is ons leven weer zoals het was. Nogmaals, wie geen risico wil lopen, mag afstand houden, mondkapje opdoen, geen bezoek ontvangen, mensenmassa vermijden, zich laten vaccineren. Wat je maar wil, dat recht heeft iedereen, dat is geen probleem. Maar niemand heeft het recht om zijn angst aan anderen op te leggen. Stop die obsessie met coronadoden. Je telt toch ook niet iedere dag griepdoden, verkeersdoden, malaria-doden, mensen die van de trap afvallen doden. Wist je dat er in de Verenigde Staten 5000 mensen per jaar sterven omdat ze zich in hun eten verslikken? 13 per dag. Aan luchtweginfecties stierven volgens cijfers van de WHO in 2016 3 miljoen mensen. Dat is normaal. Stop de obsessie met besmettingen. Je telt toch ook geen keelpijnen, kiespijnen, gebroken ribben? Stop met alles te relateren aan corona het hele leven in dienst te stellen van corona. Pas als er nul doden zijn, nul zieken, nul besmettingen, zouden we weer vrij mogen zijn. Die nul doden komen er nooit. Nul zieken komen er nooit, nul besmettingen komen er nooit. Beslis wat je wil zijn, een vrij mens of een virusdrager. Beslis wat je medemensen voor je zijn. Word weer vrij mens voor het te laat is. Je hebt misschien niet verwacht dit ooit te zullen meemaken, maar je staat oog in oog met dictatuur. Dictatuur met een zorgzaam gezicht. Maar dictatuur heeft altijd twee gezichten. Je hebt nu de kans om te laten zien dat je je durft te verzetten. Dank u voor uw aandacht.